Hey, welkom bij een nieuwe video. De eerste orka in gevangenschap werd getoond in het Barnum & Bailey Circus in 1861. Dit was een van de meest populaire rondreizende circussen in de Verenigde Staten tijdens de 20e en begin 21e eeuw. Het circus had verschillende dieren, waaronder orka's die waren bedoeld voor menselijk vermaak. Sindsdien zijn orka's de sterren geworden van pretparken over de hele wereld. Toch weten veel mensen niet dat er een duistere waarheid schuilt achter het houden van orka's in gevangenschap. In deze video onthullen we waarom mensen orka's dus niet in gevangenschap zouden moeten houden. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Het zal niet vreemd zijn om dolfijnen en orka's te zien in dolfinaria en zeezoogdierenparken over de hele wereld. Ze worden gebruikt voor vermaak en in gevangenschap gehouden. Veel mensen beschouwen dit niet eens als een probleem omdat ze de waarheid achter het vermaak niet kennen. Orka's behoren tot de familie van dolfijnen. Hun grootste kenmerk is natuurlijk hun zwart-witte huid dat een beetje rubberachtig aanvoelt. De vrouwtjes zijn kleiner dan de mannetjes. Een volwassen vrouwtje weegt tussen de 3000 en 4000 kilogram en is ongeveer 6 meter lang. Mannetjes zijn gemiddeld 7 meter lang en wegen tussen de 5000 en 6000 kilo. Ze kunnen een snelheid van ruim 55 km per uur halen en ze leven in alle oceanen. Je vindt ze in tropische gebieden, maar ze hebben een voorkeur voor koelere gebieden, dus daar zul je de meeste orka's vinden. Bijvoorbeeld een orka, Kayla, die in SeaWorld Orlando leefde, overleed op 30-jarige leeftijd, maar ze zou waarschijnlijk tot haar 50ste geleefd hebben als ze in het wild had geleefd. Het verhaal van Kayla is niet uniek. Volgens verschillende studies is deze situatie te wijten aan slechte leefomstandigheden. Orka's zijn niet gewend om in zulke kleine ruimtes te leven en dat maakt ze gestrest. Orka's zijn ook de grootste leden van de dolfijnenfamilie en ze hebben veel ruimte nodig om te leven. Het zijn zeer intelligente en sociale zeezoogdieren die in families leven. Het zit in hun aard om over grote afstanden in de oceaan af te leggen en hun eigen voedsel te moeten vangen. Ze moeten enorme afstanden zwemmen, minstens 60 km per dag, en momenteel zijn er ongeveer 60 orka's in gevangenschap over de hele wereld. Het grootste deel van hen zijn in het wild gevangen, terwijl slechts een klein aantal in gevangenschap is geboren. Helaas is er geen orka in gevangenschap geboren die ouder dan 30 jaar is geworden. Volgens Naomi Rose, een zeezoogdierenwetenschapper aan het Animal Welfare Institute, heeft een in gevangenschap geboren orka die nooit in oceaan heeft geleefd nog steeds dezelfde aangeboren karaktereigenschappen. Wanneer mensen orka's in een aquarium stoppen die slechts 50 meter lang, 30 meter breed en 10 meter lang is, lijkt het misschien groot, maar niets is minder waar. Ze hebben dan het opgesloten gevoel. Doordat orka's in gevangenschap moeten leven in omstandigheden die tegen hun natuur ingaan, worden ze agressief. Dit verklaart ook waarom er geen aanvallen op mensen zijn geweest van orka's die in het wild leven. De documentaire Blackfish uit 2013 die het verhaal vertelt van Tillicum, een orka die zich agressief gedroeg, was de eerste die de kwestie echt voor het voetlicht bracht. De film onthult de waarheid van vreemde behandeling in gevangenschap en toonde de psychologische tol van gevangenschap. Tillicum was een in het wild gevangen orka die leefde in SeaWorld Orlando. Veel mensen die met Tillicum hebben gewerkt bevestigden dat de stress een directe factor was die leidde tot zijn agressie tegen mensen. Een voormalig medewerker van SeaWorld Orlando onthult dat Tillicum een geschiedenis had van mensen naar zich toe te trekken en dat dit gebeurde omdat hij zich gefrustreerd en verveeld voelde nadat hij vanaf zijn tweede jaar in gevangenschap had geleefd. De documentaire Blackfish bevat ook de details van de jacht op wilde orka's. John Crow, een voormalig orkavanger, onthulde het hele proces van het vangen van jonge orka's in het wild. Hij onthulde hoe men hen in het net vangt en hoe hun familieleden absoluut overstuur en driftig naar buiten worden gedreven. Ook onthulde hij wat er gebeurt met de jongen die de vangst niet hebben overleefd. Dat gezegd hebbende, orka's zijn al super getraumatiseerd wanneer ze aankomen in pretparken of andere soorten dolfinaria. Ze blijven dan stress ervaren in omstandigheden die totaal verschillen van die waaraan ze in het wild gewend zijn. En dit is precies wat er in alle gevallen voor zorgt dat orka's agressief worden tegen trainers en mensen in het algemeen. Orka's vallen in de vrije natuur geen mensen aan. Orka's staan erom bekend dat ze leven in familiegroepen, geleid door een dominant vrouwtje.
Hun familiebanden zijn heel sterk en elke familie heeft zelfs haar eigen unieke roep en voedselkeuze. Als mensen pasgevangen orka's in kleine ruimte stoppen, traumatiseert dat hen nog meer, omdat ze net hun familie hebben verloren en nu in een ruimte worden gestopt waar ze nauwelijks in kunnen bewegen. Ze worden gedwongen te leven met de orka's die al een tijdje in gevangenschap leven en dat traumatiseert hen nog meer. Stel je voor dat je in een kleine kamer wordt gezet met een paar mensen die verschillende talen spreken, verschillende godsdiensten hebben en uit verschillende culturele achtergronden komen. En dat je dan te horen krijgt dat je de rest van je leven met deze mensen op deze plek moet doorbrengen. Hoe zou dat voelen? Dit is precies hoe orka's zich voelen in gevangenschap. Als ze gedwongen worden met vreemden samen te leven, veroorzaakt dat spanning en worden ze agressief. Bovendien is het zo triest dat mensen hen tot voorwerp van menselijk vermaak hebben gemaakt, want deze dieren zijn zo intelligent. Het brein van orka's is 4 keer zo groot als dat van de mens en het is al miljoenen jaren in ontwikkeling. Ze leven in complexe familiegroepen en hun sociale relaties zijn verre van primitief. Als ze in gevangenschap leven, dan begrijpen ze heel goed dat ze in kunstmatige groepen worden gehouden en niet de mogelijkheid hebben om te ontsnappen aan conflicten met andere orka's of om zich op natuurlijke manier te gedragen. Naast psychologische en mentale schade tast gevangenschap ook hun gezondheid aan. Ten eerste is hun dieet niet natuurlijk. Hun voedselgewoonten zijn complex en de voedselkeuze wordt generaties doorgegeven. Gedurende hun hele leven blijft dat hetzelfde. Ze kunnen vis vangen of zelfs op grotere prooien jagen. In gevangenschap voedt men orka's echter niet met levende vis, wat absoluut onnatuurlijk voor hen is. Bovendien stimuleert de jacht hun hersenen en houdt hen bezig. Maar het verkeerde dieet is niet het enige dat orka's in gevangenschap gevaarlijk maakt. Gevangenschap tast de gezondheid van orka's aan, vooral hun gebit. Als je ooit in leven minstens 1 keer in een dolfinarium bent geweest, heb je waarschijnlijk orka's zien bijten op de metalen stangen van hun tanks als ze zich verveelden. Dit is zo slecht voor hun tanden en uiteindelijk breken ze af, waardoor ze infecties kunnen oplopen. Tanden zijn namelijk heel belangrijk voor orka's. Volgens een studie die in 2017 door het tijdschrift Archives of Oral Biology werd gemaakt, heeft een kwart van de orka's die in gevangenschap leven ernstige tandschade. In de studie staat dat de schade grotendeels ontstaat doordat orka's in gevangenschap met hun tanden op de wanden van het aquarium bijten, vaak tot het punt waarop de zenuwen bloot komen te liggen. Deze plekken blijven achter als open holtes en zijn zeer vatbaar voor infecties, zelfs als de verzorgers zich regelmatig uitspoelen met schoon water. Dit gebeurt ook niet alleen omdat orka's zich vervelen of tekenen van agressie vertonen. Veel onderzoekers denken dat dit gedrag gebeurt door angst en stress die zij ervaren. Wetenschappers hebben ontdekt dat angst- en stressgedrag typisch is voor dieren in gevangenschap die in te kleine leefruimte leven. De rugvinnen van orka's bestaan niet uit botten, maar uit bindweefsel, genaamd collageen. In gevangenschap heeft de imposante rugvin van de orka de neiging in te zakken. Dit komt door gebrek aan ruimte en doordat ze niet diep genoeg kunnen zwemmen. In het wild blijft de rugvin gezond dankzij de waterdruk en het afleggen van lange afstanden. Helaas blijft de zeezoogdierenindustrie in gevangenschap groeien, vooral in Rusland en China. Veel wetenschappers en vrijwilligers blijven echter hopen dat als meer en meer mensen zullen begrijpen dat de industrie gewelddadig is. Hopelijk heeft deze video je aan het denken gezet over dit probleem. Wat vind jij van het houden van orka's in gevangenschap? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.